Macht is een verslaving waarvan de gevolgen ernstiger zijn dan van cocaïne. Macht is het vermogen om invloed uit te oefenen. En dan heb ik het niet zozeer over de invloed van instituties zoals de Belastingdienst of de Kerk, of van waarden en normen en regelgeving, maar ik heb het over de invloed van mensen op elkaar. En dan is het zo dat mensen natuurlijk voortdurend op elkaar reageren en dus voortdurend invloed op elkaar uitoefenen. Maar het is natuurlijk wel zo dat sommige mensen veel meer invloed hebben op anderen dan omgekeerd. Uh, en dat zijn eigenlijk de wetten van de macht. Dus het is interessant om te kijken waar die nou eigenlijk vandaan komen. Hoe komt het dat sommige mensen meer invloed hebben dan anderen? Nou, om daarnaar te kijken is het goed om je te realiseren dat er machtsmiddelen zijn. Om een voorbeeld te geven: als iemand een pistool op je hoofd zet, ja, dan doe je precies wat hij zegt. Uh, als je niet doet wat hij zegt, ja, dan heb je de kans dat je doodgeschoten wordt. Eigenlijk niet zo interessant, want ja, de macht zit hem dan dus in het pistool. En wie weet, als je die persoon zo tegen was gekomen, was je er gewoon langs heen gelopen. Maar het aardige is dat machtsmiddelen wel degelijk een belangrijke rol spelen. Hè? Dat zit vaak in organisaties bij de leidinggevende. Een leidinggevende die heeft het vermogen om heel bepalend te zijn voor je carrière, voor je promotie en je inkomen. En hoewel die persoon er nooit mee hoeft te dreigen, zit dat toch in je hoofd. Je weet dat dat machtsmiddel daar is en het gevolg is dat je er ook rekening mee houdt. En het aardige daarvan is, of het bijzondere zou je kunnen zeggen, is dat dit soort patronen zich bevestigen. Dat mensen uh, respect tonen richting hun leidinggevende, ze laten uitpraten, ze vooral niet irriteren, je weet maar nooit. En die. Patronen, niet alleen dat ze zich, zich uitstrekken tot allerlei vormen van gedrag, maar ze, dat noemen we dan internaliseren, maar ze bevestigen zichzelf ook nog eens een keer. En zelfs dus als de machtsmiddelen weg zijn, de chef is niet langer meer de chef, blijft dat patroon heel lang in stand. Het zijn interessante patronen die zowel gevormd worden door het volgerschap, waarbij mensen dat respect tonen, uh, als bij die mensen zelf die de macht ervaren. Want de vanzelfsprekendheid van de macht bevestigt eigenlijk dat rolpatroon keer op keer. Nou, hoe zit dat nou precies? Macht doet iets bijzonders met mensen. Um, mensen met macht maken testosteron aan. Meer dan andere mensen. En dat is een, gewoon een fysiologisch gegeven. En het effect van testosteron is dat je daardoor meer energie krijgt. Meer initiatief neemt. Vrolijker bent. Uh, uh, noem het maar op. Maar. Dat bevestigt ook nog eens een keer, zeg maar, die positie van dominantie ten opzichte van anderen. Het houdt uh, zichzelf in stand. Je zou kunnen zeggen: het is een vicieuze cirkel, maar het is dus ook een fysiologische cirkel. Waarbij. De testosteron een belangrijk onderdeel is. En je kunt overal beginnen. Je, ook, je kunt dus ook beginnen met het nemen van pillen wat dat betreft. Maar toch is dat niet het hele verhaal. Want wat doen mensen nou eigenlijk om een positie van macht te vergaren? Uiteindelijk waren we ooit allemaal gelijk in de schoolbanken. Maar sommige mensen zijn in staat om te groeien naar een positie van macht, terwijl anderen dat niet voor elkaar krijgen. En eigenlijk gaat die route meestal via maatschappelijk succes. Sommige mensen zijn in staat om een promotie te maken, een leidinggevende positie te verwerven. En dan gaat het hele spel van, van start. Want dan op dat moment um, zien ze dat andere mensen respect betonen. Dan ontstaat er dus een reactie bij die mensen. En uh, zou je kunnen zeggen, is het hele spel op de wagen. Maar toch. Het is lang niet het hele verhaal. Want je ziet dat sommige mensen, ondanks hun maatschappelijke positie, succesvoller zijn dan andere mensen en omgekeerd. Sommige mensen zijn gewoon veel handiger in het spelen van het spel van de macht dan andere mensen. En het is interessant om te zien wat dat nou eigenlijk is. Nou, iemand die zich daar al heel lang geleden mee heeft bezig gehouden is uh, natuurlijk Machiavelli. We kennen hem allemaal. Hij rond, een, rond het jaar 1500 uh, uh, leefde hij ongeveer. Het was een uh, Italiaanse politicus en een schrijver. En hij schreef het boek De Heerser. En wat hij daar eigenlijk in uitlegt is de wetten van de macht. Hoe werkt dat nou eigenlijk precies? Um, en eigenlijk is de essentie, ik ga ze niet allemaal aflopen, maar de essentie is wat je moet zorgen is dat de ander afhankelijk van jou wordt en heel belangrijk, dat jij omgekeerd niet afhankelijk van de ander bent. En hoe ontstaat die afhankelijkheid? Die afhankelijkheid heeft eigenlijk te maken met dat jij iets hebt wat de ander graag wil hebben. Dat kan geld zijn, maar dat kan ook de toegang zijn tot bepaalde personen, het kan bepaalde informatie zijn. En wat je daarbij moet uh, bedenken is dat je niet het zo moet weggeven dat daarna die positie van macht weer over is. Dat die afhankelijkheid daarmee voorbij is. Het gaat erom dat je dus informatie, toegang, uh, aanzien, bij je houdt zodanig dat die ander steeds dat graag zou willen hebben. En dat werkt natuurlijk heel goed wanneer je een bepaald geheim hebt. Als je bepaalde informatie over iemand hebt waarvan het vervelend zou zijn als die informatie zou uitlekken naar andere personen, ja, dan blijft die afhankelijkheid steeds in stand. En tenslotte, en dat is eigenlijk misschien nog wel het belangrijkste, er mag geen balans ontstaan. Het is dus zo dat als jij. Iets gedaan hebt voor die ander, dat je niet een tegenprestatie accepteert. Je zorgt er eigenlijk steeds voor dat je zelf nooit afhankelijk wordt van die ander. En dat betekent dat je niet iets accepteert, maar ook dat je niet laat merken dat je zelf misschien bepaalde twijfels hebt, dat je een bepaalde kwetsbaarheid hebt, of dat je iets graag zou willen wat die ander heeft. En die disbalans is een belangrijk aspect omdat. Om dat in, uh, in stand te houden. Nou, die patronen, dat zie je eigenlijk tot op de dag van vandaag. En je ziet het in allerlei organisaties. Macht is uh, iets wat mensen eigenlijk zonder uitzondering plezierig vinden. Veel mensen zeggen overigens dat ze eigenlijk helemaal niet van macht houden. Uh, maar eigenlijk wat ze bedoelen is: van ik wil me niet zo onderscheiden zodat ik buiten de anderen sta. Maar het effect van invloed hebben anderen kunnen beïnvloeden, op een positieve manier ongetwijfeld, is iets wat bijna iedereen plezierig vindt. En zo houdt het zichzelf met die cirkel van testosteron, houdt het zichzelf in stand. In alle organisaties speelt het. En uh, ik heb in mijn uh, werk vaak genoeg meegemaakt dat in directiekamers niet alleen maar over de inhoud wordt gesproken, maar dat het eigenlijk ook vooral gaat om de onderlinge verhoudingen, om de pikorde. En de pikorde. Voor alle duidelijkheid heeft het natuurlijk niks te maken met mannelijke genitaliën, maar de volgorde waarin uh, kippen elkaar pikken, en dat is een vaste volgorde, waarbij de een bovengesteld is ten opzichte van de andere. Nou, bij mensen zie je eigenlijk iets vergelijkbaars. Die pikorde is zo belangrijk in directiekamers dat hele. Kansen verloren gaan, dat er grote fouten worden gemaakt. Eigenlijk alleen maar vanwege de eerzucht die er speelt. Macht is een heel, heel belangrijk motief. En het kan prachtige kastelen bouwen, maar het kan ook tot ruïnes leiden.